Het was een goed huwelijk, dat van Jilles en Pleuntjes. Ze waren niet zo jong getrouwd, 26 en 27 jaar. Het lag dus voor de hand dat ze niet moesten trouwen. Kinderen hadden ze nooit gekregen. In het begin hadden ze er nog wel eens aan gedocht, maar op den duur werden ze het vergroeid en wie de bekant nooit meer over gesproken. Op de eerste dag dat ze samen naar bed gingen, Pleuntje lag al achter de bestéplank. En Jilles sting nog wat te tobben met zijn galgen en zijn werkbroek voor een andere dag. Zei Jilles, zouden we nou nog kinderen krijgen ook? Waarop Pleuntje spitsvondig opmerkte. Als hij daar blijft staan, vast niet. Na een paar jaar was nog eens ter sprake gekomen, omdat ze Jilles ze in het land ermee gepest hadden dat ze geen kinderen hadden. De mensen in de Hoekse Wet hebben gereigd wat aan te merken op een ander en zijn daar dan ook keihard in. Op een middag, toen ze aan de prakkie met rauwe sla zaten, zei Jilles met zijn stom gezicht. Ze zeiden dat jij een kwee bin. Nou, dat was bij Pleuntjes tegen het zere been. Ze vloog op als een bosje vlooien. Het was bekend of ze op een landmijn getrapt had. Jij, zei ze. Kijk naar je eigen, je kent nog geen mos fokken, ook al krijg je er de veren bij. En ze verslikte haar eigen bekant in een spekkie. En daarna is ze nooit meer over gesproken en bleef, zoals eerder gezegd, een goed huwelijk. Jilles had vast werk bij de boer. 'S Ochtends om 5:30 liep de wekker of op best in bord. Pleuntje zorgde voor het stikkenzak en het verdere huishouden. En Jilles voor het kachelhout en voor de centen. Zo wou de taakverdeling dat al eeuwen. Ze bewoonden een aardig dijkhuis. En daarnaast had Jilles een goede 20 groen tuinland. En daarop verbouwde hij vroege erpels en groentes, zoals sla, pee, join en kroten. Ook had hij de boerenkool op. Ja, zelf aten ze de rommel natuurlijk niet, maar voor de kleinen was het goed voer. In het begin van de 30e jaren heb Pleuntje voorgoed de krullenmus afgelegen en vervangen door een hoed en een moderne jurk. Jilles vond hem met de krullenmus mooier, maar Pleuntje voerde als steekhoudend verweer aan dat studiaan meer en meer mode weer om ze wat rouwgoed te dregen bij de krullenmus. En daar voelde ze niet voor. Zo groeide ze met de tijd mee, genoten van radio, elektrisch licht en waterleiding. En daar werd eerst de scheurkalender van de honingdroppels in. Daar hing nou een portret van Willem Drees, van die sting hoog aangeschreven, omdat hij de ouderdomsrente omgetoverd had in pensioen. Op de dag dat Jilles 65 weer, was het zover. Toen hij thuis kwam, trok hij zijn Engels leren werkbroek uit en zei plechtig tegen Pleuntjes. David hing zijn harp aan de willige en ik, Jilles, hang mijn werkbroek, mijn peespagie en mijn delvriekie aan de muur. En nou kan de grote vakantie beginnen. Dat wil niet zeggen dat Jilles en Pleuntje nooit eerder meer vakantie geweest waren, want in boerenbedrijf gaan ze ook de laatste jaren vrije dagen, die Jilles meestal aan zijn tuinlijntje besteden. Maar ook waren ze een paar keer een dagje echt ooit geweest. Zoals naar Valkenburg, naar het Openluchtmuseum, naar de bossen op de Veluwe. Voor het strand en voor de havens van Rotterdam voelden ze niks. Jilles zei altijd, water hebben we hier zelf genoeg. Waarop Pleuntje de volledige instemming betuigde door te zeggen, zo is het maar net. Een dagreisje met een bus vol met dorpsgenoten had zo zijn eigen bekoring. Je beleefde er wel altijd wel wat je nooit meer vergat en werd soms nog lang over gepraat weer. Zoals die keer dat ze met een bus onderweg waren naar de Bollestreek. Toen het etenstijd was, stopte de bus voor een wegrestaurant. Iedereen bestelde broodjes met koffie, maar er was er ook een bij, Janus Puntschrepel, ik zal nou zijn echte naam maar niet noemen, die dacht dat hij daar kon gaan zitten schoften.
Hij leest een stikkenzak op de tafel, zette zijn kruid met kermelk te neffen. En toen de ober kwam om de bestelling op te nemen, toen vroeg hij alleen maar om een leeg glas. Nou, dat feest dat ging niet door natuurlijk. Er was er ook een bij, die kon niet eten met zijn kunstgebit. Dat had hij toen maar netjes neffen zijn bord gelegen. Maar ja, dat was toch wel te veel voor de tafelgenoten. En dat heeft zijn vrouw toen maar gauw in de tassie laten glijden. Nee, we kunnen dus niet zeggen dat Jilles en Pleuntje nooit eerder met vakantie geweest waren. Maar nou brak er een tijd aan van elke dag vakantie. In het begin leek het er ook op of ze eindeloos met vakantie waren. Ze waren wel eens een paar keer in Dergie ooit geweest. Maar ja, de familie was maar klein en eigenlijk werden ze net zo lief thuis. Pleuntje was begonnen met het opnieuw opvoeden van Jillesen, want zei ze, ik ben ook gepensioneerd. Zo leerde ze hem hoe die boodschappen moest doen, ramen zeemen, stofzuigen, vetten wassen. Jillesen toch nog wel eens aan zijn werk, aan zijn maats en aan de peren. En op een ochtend, toen die aan de geutsteen de vetsting te doen, las Pleuntje de krant en zei, er staat hier dat ze door de tijd van plan zijn om de mensen met de 60ste te pensioneren. Er heb ook ingestaan dat de vrouwen 10 jaar langer leven dan de mannen. Zulke praatjes hoor je zeker in de scheerwinkel, zei Pleuntje. En toen weer Jillesen iets wat grof en zei, dat kan wel, maar ik geloof het graag. Want borst hier van de weduwvrouwen. De sfeer werd er niet beter op. Aan dingen waar vroeger niet op gelet werd, gingen ze dreigen nou ergeren. Zo kon Pleuntje er ook niet meer tegen dat Jillesen zo snurkte. Ze hebben ook nog eens een keer de beklacht erover gedaan bij een krooiendokter. Zo'n man die verstand heeft van ander kwalen en ongemakken. Nou, zei die man, dat is vast wel te verhelpen. Sleep die soms achterover. Nou, dat deed hij. Dan mooie, zei die man, zag hij zijn benen een beetje uit elkaar leggen, dan zal het wel overgaan. Dat had Pleuntje gedaan en het hielp nog ook. En toen ze later nog eens aan die kwakzalver vroeg hoe dat daar zo kwam, toen zei die man, nou het is dood eenvoudig. Als je zijn benen uit elkaar legt, dan komt zijn trouwgereedschap voor de nooit laten hangen en dan krijgt hij geen valse trek meer. Een mens is net een oude potkachel. Als hij van zijn trek krijgt, begint hij te loeien. De sfeer wierde niet beter op. Jillis lustte graag kroten van zijn eigen tuin, maar Pleuntje hield er niet van. En nadat hij alles een paar keer gevrogen had, wanneer eten we nou eens kroten, heeft Pleuntje een halve kwast maanden vol kroten gekookt en hem niks anders als kroten bij de erpels gegeven. Je wou kroten eten, nou zal je kroten eten ook, zei ze. Op een ochtend zat Pleuntje op de knieën het keukenzuin te wrijven en Jillis was aan het stofzuigen, toen Jillis een grote scheet voor de stofzuiger liet, zodat Pleuntje de volle laag van de luchtverontreiniging kreeg. De sfeer wierde er niet beter op. Met vrije was het ook niet meer zoals het wezen was. Als nog eens beurde, viel Pleuntje er bekend bij een slaap. En dan vroeg ze de andere dag vaals aan Jillesen, is gisteravond nog laat geworden? Jilles was al bekend 3 jaar in de AOW toen ze 40 jaar getrouwd waren. Ze hadden er verschillende keren over gehad. Voor een groot feest voelden ze niks. Trouwens, dat zou niet gaan ook, want de familie was maar klein. Daarom hadden ze besloten om het saampies in stilte te vieren. Smiddags aten ze spek met peren en Kroosjes pap achteraan. En toen ze s'avonds samen zaten te genieten van een paar bolussen bij de koffie, mag Jillis gezeid hebben, Pleuntje meid, ik zou jou toch voor geen miljoen willen missen. Waarop Pleuntje ontroerd antwoordde, en ik zou jou Jillesie ook nog voor geen miljoen willen missen hoor. En toen ze samen, s'avonds uitgekleed voor de beddenkoe stingen, Pleuntje in de nachtjackie en Jillis in zijn lange onderbroek met kruis ter hoogte van zijn knieën, zei Jillis, je zou nou toch niet zeggen dat hij hier nou voor 2 miljoen voor de beste staat, hè? En toen lachten ze weer net zo hard als 40 jaar terug
en het oude dijkhuis was de rust en de vrede weergekeerd. Ik dank je wel.